kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop vlog voor je. Ik had cadeautjes nodig, dus ben naar de Action geweest. En ik moet zeggen, ik ben wel weer goed geslaagd bij de Action. Het was leuk om er weer eventjes rond te lopen en te snuffelen. Naast cadeautjes heb ik ook nog een aantal andere dingen gekocht, uiteraard, zoals het bij de Action gaat. Dus ben je benieuwd naar de aankoopjes die ik dit keer bij de Action deed, zou ik even zeggen, kijk maar gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd weer in beeld te zien zijn, zodat het overzichtelijk maakt voor zowel jullie als mijzelf, zodat ik niet op een bolletje hoef te gaan zoeken. Laten we beginnen met een van de eerste cadeautjes die ik kocht. Ik had cadeautjes nodig voor Natalia, ze had een lijstje gemaakt en er stond een tuinkabouter op. Nou, ik heb deze tuinkabouter gevonden. Het is niet helemaal de kabouter volgens mij die op het lijstje stond, want toen ik op de link klikte, ze maakt altijd online lijstjes en dan kun je dus op de link klikken. Toen stond er al product niet meer leverbaar. Maar ze hadden nog wel tuinkabouters. Je had er eentje met een blauwe muts en met een rode muts. En ik heb deze met de blauwe muts gekozen. Leuk hier een bloemetje en hij heeft een gietertje vast. Dus die vond ik wel heel leuk. Dus ik denk, nou, dat is prima dat die er nog is. En ik denk dat hij ook wel heel leuk staat bij hun in de tuin. Want hun hebben echt wel een hele mooie tuin. Dus allereerst deze tuinkabouter als cadeau. Dan heb ik zelf paintmarkers gekocht van het merk Avec. En dat zijn deze. Dit zijn 20 acrylmarkers. Dat is deze doos. En ik had deze al een tijdje geleden op het oog. En toen hadden ze ze niet. En nu hadden ze ze dus wel. Deze markers komen in een blik. En dit is watergebaseerde inkt. Ze zijn mat, dekkend en... ja, je moet ze schudden voor gebruik en dan de stift een paar keer op papier duwen, zodat de punt zich vult met inkt. En als je de punt doordrenkt met inkt, kun je de stift gaan gebruiken. De verf kan vlekken veroorzaken, dus je moet beschermende kleding en je oppervlakte beschermen. Je hebt 6 markers met een 0,7 mm punt. 7 markers met een 0,9 en 1,8 mm punt en 1,8 en 2,5 mm, daar zitten er ook 7 van in. Je kunt hier dus ook hout en glas mee bekleuren. Dus ik vind het wel leuk, misschien is het leuk om hier een extra video over te maken. Ik ben zelf wel heel erg benieuwd naar deze, ik vind het gewoon een heel mooi blik. Dus die. Dan kwam ik... stencils tegen. Dit is een stencil set. Hier zitten 5 stencils in. Er zitten deze 5 zitten er dus in. En hier kun je dus eigenlijk ook een soort mandala mee maken. Maar dit is natuurlijk ook heel leuk om te verwerken in je bullet journal. Je kunt dit gewoon overtrekken. En omdat je dus gelijk 5 verschillende hebt, leek me dit wel heel erg leuk om te gaan proberen. Dus ja, leuk om ook weer te gaan gebruiken bij mijn creatieve dingen. Dus die vond ik ook wel heel leuk. Dan heb ik een Airwick Freshmatic Spray Automatic gekocht. En dat is deze. Ik heb er hier al eentje van. Die staat in de woonkamer. Die is al wel wat ouder. Dat is een zwarte. En ik wilde er heel graag eentje hebben voor op het toilet. Action heeft alleen maar witte. Dit is dus gewoon zo'n... zo'n automatische verfrisser waar je zo'n spuitbus in doet. En dan kun je hem op verschillende standen zetten. En dan om de zoveel tijd gaat hij sprayen. Hier zit de geur jasmijn en appelbloesem bij. Ja, hier staat laat de frisheid van de jasmijn en appelbloesem uw woonkamer verrijken. Nou ja, ik wil hem dus op het toilet gaan zetten. Want ik heb dus... wel van zo'n geur staan op het toilet, maar dat werkt gewoon niet. Ik dacht, nou, dan is dit gewoon een veel beter idee. Werkt ook op batterijen, dus je kunt er volgens mij ook ophangen. Dus ik ben blij dat ik deze heb gekocht. En op de wc is een witte ook prima natuurlijk. Even de bon apart leggen. Dan nog een cadeau voor Natalie. Dat is dit dier. Volgens mij zit hier ook licht in of zo, denk ik. Lijkt het. Dat is een ophangdier. Die kun je dus ophangen. Zij komt deze in. Deze stond op het lijstje. En die heeft dus een hangertje. En dan kun je hem zo ophangen. En dan gaat hij zo gezellig bungelen. Ik vraag me dus af of er nou licht in zit. Of dat ik dat helemaal... Ja, zie je, er zit licht in. Zie je het? Kijk. Er zit gewoon een soort van... Ja, klein lichtje in. Dat is wel heel erg leuk. Dat er ook
licht in zit. Die is dus leuk voor in de tuin. Je ziet het hier nu trouwens ook op het plaatje. Dus deze heb ik voor Natrie gekocht met een hangertje. Dus die stond ook op de lijst. En ik heb er voor mezelf ook eentje meegenomen. Ik heb een roze. Dit is een vlinder, lijkt het. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Ik had ze misschien even moeten testen. Dat heb ik niet gedaan. Hij heeft ook licht natuurlijk. En die wil ik bij de voordeur gaan ophangen. Het is eigenlijk meer paars. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Dus deze ga ik dan gezellig bij de voordeur ophangen. Misschien dat het nog beesten afschrikt of zo. Maar ik vond ze wel heel erg leuk. Dus eentje voor Nathalie en eentje voor mij om de voordeur wat op te leuken. Zo, even een beetje graven. Ik heb van die staalsponsjes gekocht van het merk Spargo. Je zou hier je airfryer mee schoon kunnen maken. Mijn airfryer is heel erg aangepoept en ik ben er wel mee bezig geweest. Maar dit is eigenlijk een beetje een soort van mijn laatste optie om te kijken of dit lukt. Je kunt hier je barbecue, je oven, je grill, frying pans. Ja, dat zou wel moeten kunnen. Ovendishes. Ja, allemaal mee schoonmaken. En ik wist wel dat deze bestonden, maar ik kwam ze uit bijna nooit ergens tegen. Maar gelukkig heeft Action ze. Dus deze ga ik wel even proberen. En anders zijn ze ook wel handig voor andere doeleinden om te gebruiken. Dus hier ben ik wel benieuwd naar. Dan heb ik van deze zakjes meegenomen. Dit zijn van die foodbags. En het leek mij wel handig als ik nou een keertje... Hoeveel krijg je er? Volgens mij... Hoeveel zitten er eigenlijk in? 2. Het leek mij wel handig om als ik een keer bijvoorbeeld een dagje wegga of zo en ik wil snoepjes meenemen, om dat in zo'n zakje te doen. Ik weet dat Nathalie ze ook heel veelvoudig gebruikt en die is er echt heel blij mee. Dus het leek me handig om deze dan gewoon bijvoorbeeld te vullen met snoepjes, dat het ook gewoon niet zo gaat plakken, want vaak in zo'n zak wil dat allemaal niet. Maar je kunt er dus ook fruit en zo weer doen. En je kunt ze ook gewoon in de vriezer en in de koelkast leggen. Dus je krijgt eentje van 1 liter en eentje van 1,8 liter. En de van 1 liter die zit dus hier erin. En ze zijn ook heel, heel eco-friendly en zo. Omdat je dus eigenlijk geen zakjes meer gebruikt. Zou hier eventueel ook nog je groenten in kunnen doen. Als je net je groenten hebt schoongemaakt... Dat je dat hierin stopt. Dat kan ook nog. Dus als ik bijvoorbeeld broccoli heb, dat ik broccoli in zo'n zak doe. Ja, dat is ook nog een heel goed idee. Dus niet alleen voor snoep, maar ook zeker voor mijn groenten vind ik ze dan heel erg handig. Het volgende cadeautje wat ik heb gekocht is deze etui. Die stond ook op het lijstje. Ik heb deze print gedaan. Het is zo'n dubbele etui. Er zitten dus 2, ik kan ze nu niet openmaken, maar er zitten dus 2 ritsen in. Nu kun je dus aan beide kanten pennen instoppen. Ze hadden meerdere printjes, maar omdat deze erop stond, dacht ik, nou, deze is ook wel heel vrolijk. Er staat een pandetje op. Hier zie ik een zebra. Ik zie hier zelfs een vogel. Dus die is ook voor het cadeautje voor de verjaardag. Dan heb ik nog een mini schaartje meegenomen. Ik heb er nu eentje. Maar die wordt een beetje slapjes, dus ik dacht, laat ik eventjes een nieuwe meenemen. Ik heb nu een roze met rode gekozen. Ik vind deze schaartjes heel fijn om te gebruiken bij het knutselen. Deze is van Craft Design. En ja, deze bevallen gewoon heel goed. Dus die heb ik gewoon eventjes weer opnieuw gekocht eigenlijk. Dan heb ik nog zo'n chalk ink pad gekocht. En dit is er eentje die ik nog niet had. Dit is de laatste ontbrekende in de lijn en dat is deze. Deze had ik nog niet en nu lag hij er. Dus toen dacht ik, nou fijn dat hij er nu is. Dus toen heb ik hem gekocht. Hier komt nog een speciale video van online. Maar ik wilde ze even compleet hebben en dat heb ik nu. Dus daar ben ik blij mee. Dan heb ik een geurtje meegenomen. En deze is eigenlijk nog voor Vaderdag. Misschien denk je nu, hey, Vaderdag is er al geweest. Klopt. Ik heb mijn vader niet gezien met Vaderdag, omdat wij elkaar op Nathalie's verjaardag zouden zien. Toen zei ik van, nou dan krijg je dan je cadeautje wel. En dit is een geurtje, een Eau de Toilette van Gils, voor mannen. Ik heb hem even geroken in de winkel en ik vond hem lekker ruiken. Wat ik lekker vind ruiken, hoeft iemand anders niet lekker te ruiken. Maar ik vind sommige geurtjes voor mannen vind ik totaal niet lekker. En deze rook heel aangenaam, er zit 40 ml in. Ja, geurtje is altijd wel goed. Weet je, ik kom altijd een beetje met dezelfde dingen aan. Maar ik vind cadeautjes kopen voor mannen echt heel lastig. Dus dit geurtje van Gils.
Dus ik hoop dat die in de smaak valt. Maar ik vond hem zelf wel heel lekker ruiken. Dat is wel fijn dat er weer testers zijn, hoor. Dan heb ik... even kijken, hoe noem je dit nou precies? Het is voor de kattenbak. Dit is een geurverdrijver met lavendel erin. Ik had al een tijdje gezien dat ze dit hadden, maar elke keer hadden ze het niet. En het leek mij heel handig om dit bij de kattenbak in te doen. Dus als het dan heel erg ruikt, dat je dit er even doorheen kan doen. Hoe werkt het precies? Het houdt de kattenbak langdurig fris en zorgt voor een aangename geur. Kattenbakgeurverdrijver lavendel. Elke keer wanneer u de kattenbak schoonmaakt, gelijkmatig op de bodem strooien tot de normale hoogte met kattengrit. En dan met kattengrit bedekken. Oké. Er zit 720 gram in. Je zou hier 3 keer mee kunnen doen. Ik ben wel benieuwd of de katten dit aangenaam vinden. Maar het lijkt mij wel ideaal. Ik ruik de lavendel er ook al gewoon doorheen. Door de pot heen. Dus ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Maar ik zal jullie op de hoogte houden in de vlog. Want misschien willen andere mensen die ook katten hebben wel weten of dit werkt. Of misschien heb je er al wel ervaring mee. Laat het dan zeker even weten of dat het voor jou katten werkt. Elke kat is natuurlijk anders. Daar moet je wel rekening mee houden. Even kijken hoor. Dan heb ik Glitter en Pearl 3D drops gekocht. Dat zijn deze. Hier was ik wel benieuwd naar. Dit zijn van die glitter drops. Er zit 2 keer 40 milliliter in. Voor hobby en knutselprojecten. Dat zijn dus gewoon, daar kun je een beetje glitter aanbrengen op je projecten. Ze hadden veel meer kleuren. Ze hadden er maar 4. Waar ik was. Dus ik heb ze niet allemaal. Maar wie weet dat ik ze in de toekomst nog een keertje kan aanvullen. Ik heb dus ook een groene gekocht. Een roze. En ook een zwart met witte. Dat is wel super leuk. Volgens mij waren dit de kleuren. Of ik moet er nog onder in de tas tegenkomen hoor. Maar volgens mij had ik deze kleuren. Ik ben hier wel heel benieuwd naar ook. Dan heb ik nog een nagellakje gekocht. Het was een kleurtje. Die vond ik leuk voor de zomer. Dat is deze. Dit is de kleur 454 Purple Cloud. Vond ik wel leuk. Want ze hadden een aantal nieuwe kleurtjes. Dit was wel de enige die er nog stond. Dus die heb ik wel gekocht. Maar ik vond het wel een vrolijk kleurtje. Dus die. Ook heb ik nog een setje van deze meegenomen. Want deze had ik nog niet helemaal compleet. En dit was de laatste die nog ontbrak. Dus die heb ik nu ook compleet. Hier heb ik al een video van gemaakt. Maar ik vond het gewoon leuk om zelf hier ook nog met deze kleuren aan de gang te gaan. Dus die heb ik dus ook nog gekocht. Dan heb ik even kijken. Wat hebben we nog meer? Oh ja, een voetenvel heb ik gekocht. Dit is van het merk Betty. Ik heb zoveel eelt. En ik gebruik natuurlijk heel veel... De eeltsokken van de Action, die vind ik heel fijn. Alleen, ik moet het gewoon tussendoor bijvijlen, want anders word ik helemaal gek. En dit is een ergonomische voetenvel, heeft een tweezijdige werking. De grove zijde verwijdert eelt en de fijne zijde maakt de huid zachter en gladder. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik heb een gele en hij heeft een soort buiging, dus ik ben wel benieuwd of dat werkt. Maar het zou ideaal zijn, want ik word helemaal gek van het eelt op mijn voeten. Het is echt niet fijn. Volgens mij kan ik hem ook weer even openmaken. We kunnen hem even bekijken. Kijk, dit is de zachte zijde en dit de grove. Op zich wel handig, want hij past dus echt in je voet. Nou, ik ben hier wel heel erg benieuwd naar deze. Het zou fijn zijn als het wat doet. Natuurlijk. Dan heb ik deze geurparels gekocht. Ik heb deze een keer gehad van mijn moeder en dat beviel eigenlijk heel goed. Ik vind het ook vooral heel fijn bij de handdoeken was. Als ik handdoeken draai, dan doe ik geen wasverzachter erin, omdat het veel minder vocht opneemt. Maar het is wel lekker om nog een extra geurboost te hebben. En daar zijn deze parels gewoon echt ideaal voor. Ik heb de Laundry Granules, de Floral Burst. Deze is zijn geschikt voor 16 wasbeurten en beloven longlasting en een frisse geur te houden. Ik kreeg laatst ook al van iemand een tip dat je deze ook kan opzuigen om in je
was of in je stofzuiger op te zuigen. Maar het zijn gewoon hele kleine pareltjes. En deze ruikt zo lekker. Deze had ik zo ook van mijn moeder gehad. Dus, en je hebt hier een dopje, daar kun je het mee verdelen. Dus ik ben heel benieuwd. Ze hadden ook blauw, maar ik heb toch weer de roze genomen. Omdat ik die al kende. Omdat ik die ook van mijn moeder had gekregen. Dan heb ik een mop gekocht. Kijk. Ik bel altijd met een mop. En mijn mop die is weer zo vies. Die is echt aan vervanging toe. En nu hadden ze ze eindelijk weer. Dus dacht ik, neem gelijk weer even een nieuwe mop mee. Want dat vind ik toch wel heel fijn. Ik heb deze combinatie ook met de emmer. Dus ja, even in dezelfde tijd moet je die moppen ook gewoon eventjes vervangen. Je kunt ze wel wassen, maar op een gegeven moment krijg je een schoon. Dus nu heb ik lekker weer een nieuwe en kan ik lekker weer fris dweilen. Heel fijn. Zoals ik al dacht, ik had toch de blauwe ook nog. Die lagen nog onder in de tas. Dus dit zijn ook weer die drops in het blauw. Dan heb ik een product gekocht wat ik heel interessant vond. En dat zijn Warm Sugar Wax. Ik merk de laatste tijd dat het schiermesje niet meer zo mijn grote vriend is. Ik gebruik het uiteraard, want ja, je wilt gewoon niet dat je niet glad aanvoelt. Maar ik merk gewoon dat het allemaal niet zo lekker loopt. Toen zag ik deze wax en dit is dus een wax op suikerbasis. En deze kun je gewoon opwarmen voor in de magnetron. Je kunt het ook gewoon in delen verdelen, want ik weet niet hoe vaak je het kunt opwarmen. Deze is geschikt voor de bikinilijn, de benen en de onderarmen. Waarom zou je onderarmen dan? Nou ja, dat kan. Dit is gewoon een pot. Je krijgt hier strips bij, die zou je ook kunnen hergebruiken, want die kun je dus blijkbaar gewoon afwassen. Een spateltje zit erbij. En dus de wax. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Want ik heb wel eens gelezen over wax. Ik heb wel eens van die strips geprobeerd. Van die waxstrips. Nou, dat vond ik helemaal niet werken. Dus ik ben wel benieuwd of dit beter werkt. Het zou wel echt top zijn. Dus ja. Misschien dat ik hier nog wel een blogpost over schrijf. En eventueel een video. Als jullie het leuk vinden, zou ik hier ook een video over kunnen maken. Of het werkt bijvoorbeeld op je benen. Ik bedoel, de rest vind ik. Zou ik niet in beeld brengen. Maar benen zou ik best wel willen proberen. Dus laat het zeker even weten. Dan hebben we ook nog voor Vaderdag een shower gel van Adidas. Hoe ruikt deze? Ik weet het niet. Oeh! Die is lekker! Wauw, die is echt heel lekker. Deze is voor je haar, je gezicht en je body. Nou, mijn haar hoeft mijn vader niet te gebruiken, want dat heeft hij niet. Nou ja, nauwelijks. Dit is de Ice Deep Dive Refreshing. 250 ml. En ik dacht, Adidas is altijd goed. Dus die is ook meegekomen. En het laatste wat ik heb gekocht, dat is een smart wallet. Dit is dus zo'n walletje. En daar kun je dus van die pasjes in doen. Dat gaat dus dan zo omhoog, weet je. Dat klipt dan zo. En het handige is, je kunt hier ook nog een extra kaartje in stoppen. En je kunt er volgens... Oh nee, dat lukt niet. Als ik mijn kleine tasje mee heb, dan kan ik niet mijn portemonnee erin doen. En dan vind ik het toch wel fijn om mijn kaarten bij me te hebben. En hier passen dus 7 kaarten in. En er zit een Airfit blokker op. Dus ik dacht, nou, dan is het wel handig om in een klein tasje te stoppen dat je kaarten erin kan doen. Dat je in ieder geval wel je dingen kan doen, maar het allemaal niet zoveel ruimte in beslag neemt. Dus die heb ik ook gekocht. Dan waren dit alle producten die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Op make-up gebied niet zoveel, maar ze hadden ook niet zo heel erg veel waarvan ik dacht, nou, dat is wel, wel goed. De meeste had ik al. De nieuwe paletten die ik zocht, die waren er nog niet. Maar ik ben wel heel blij met de aankopen die ik wel gedaan heb. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste vonden wat ik heb gekocht. Ik ging natuurlijk ook voornamelijk voor de cadeautjes. Maar ik denk dat ik ook vooral nu wat praktische dingen heb meegenomen. Kijk, de knutselafdeling, dat vind ik altijd leuk om daar wat spullen van te laten zien. Maar ik heb nu vooral ook best wel wat praktische dingen meegenomen. Laat me zeker even weten als je van een van deze producten nog iets zou willen zien. Bijvoorbeeld van de wax of
ja, van deze bijvoorbeeld, als je dat leuk zou vinden, laat het gewoon eventjes weten. Ik ben in ieder geval benieuwd wat jij het leukste vond, wat ik dit keer heb gekocht. En ik ben ook wel benieuwd of jij zelf nog recentelijk bij de Action bent geweest en of je nog leuke aankopen hebt gedaan. Laat het zeker even weten bij de comments. Maar nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu zou ik zeggen dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!